Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 21 augustus en ik zal voor jullie dus weer een weekkaartje trekken, dus voor de week van 22 tot en met 28 augustus. En dat zal ik doen uit dit deck, de energie orakelkaarten van Sandra Ann Taylor. Dus ik ben benieuwd wat de weekboodschap wordt voor de komende week. Zullen we eens kijken welke kaartje dus we krijgen van de engelen. En er springt duidelijk een kaartje uit. En dat is deze. Een hele mooie. Goddess of the Moon. En je ziet dus ook een mooie vrouw die dus reikt naar de maan. Heel mooi. Prachtige kaart. Je ziet hier ook het water. Ik weet niet of jullie het goed zien. Dus hier de stroom van het water. Een soort waterval. Water staat ook voor emoties. En ja, water vloeit. Dus staat ook voor meegaan met de stroom. Dus wat deze kaart ons wil zeggen. Dat het luisteren naar onze intuïtie wel echt heel belangrijk is. Het kan dus zijn dat je bepaalde ingevingen krijgt. Of bepaalde boodschappen doorkrijgt. Of bepaalde gevoelens ook. Misschien heb je een bepaald gevoel bij iets. Een goed of een slecht gevoel. En dan mag je daarnaar luisteren. Dus het is heel belangrijk om naar je intuïtie te luisteren. Misschien denk je ja, dat het je verbeelding is die tot je spreekt. Of dat het maar fantasie is. Of dat je ja, zomaar iets in gedachten krijgt dat je het zelf hebt bedacht. Maar wanneer het echt ja, een tot je komt in een eerste ingeving, of wanneer het, ja, je echt een heel goed gevoel heeft, of misschien ja, heb je een naar gevoel bij iets, dan mag je daar echt wel naar luisteren. Dat is je intuïtie die tot je spreekt. Zeker wanneer het bij het zien of het horen van iets, of bij het denken van iets, ja, plots je dat gevoel krijgt, dat is zeker je intuïtie. Wanneer je dus gaat twijfelen daarover, of wanneer je dus weer gaat dingen gaan bedenken van waarom het niet kan, of waarom het niet goed is, of ja, die twijfel vooral, dat is dan weer je ego die spreekt. Dus wanneer er dus iets tot je komt en het is een eerste ingeving of een eerste gevoel, dan mag je erop rekenen dat dat eigenlijk wel klopt. Dus het is dus heel belangrijk om naar je intuïtie te luisteren en dus ook mee te gaan met de stroom. Met de stroom van je gevoelens, van de boodschappen die je krijgt. Dus luister goed naar je intuïtie en handel er ook naar. Dat is dus heel belangrijk deze week. Het kan ook zijn dat je deze week ja, wat extra gevoelig bent om boodschappen door te krijgen. Misschien sta je heel goed nu in contact met je intuïtie. Dus luister daar zeker naar. Dat is een heel mooie boodschap die we krijgen. Dus onze intuïtie is echt wel heel belangrijk. Niet enkel deze week. Onze intuïtie is altijd belangrijk. Maar soms horen we niet altijd onze intuïtie. Omdat we ja, afgeleid worden door de buitenwereld. Of door onze eigen gedachten. Omdat we piekeren of ons zorgen maken. Of ja, er komen te veel prikkels binnen. Waardoor we dus onze intuïtie niet goed kunnen horen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat je dus regelmatig de stilte opzoekt. Eventueel ook mediteert en gaat luisteren naar je eigen gevoel. Dus dat is wat de weekboodschap ons vertelt. Dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes trekken. Waaruit jullie dan kunnen kiezen. Ik heb al eentje gekregen. En ik kreeg weer nog twee andere. Die eruit springen. Zo. We gaan beginnen met het eerste kaartje. En dat is dus kaartje nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2. En ook kaartje nummer 3. Dus ja. Wat spreekt je nu het meeste aan? Kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2 of kaartje nummer 3. Oké. Ik zal dus beginnen met het eerste kaartje en dat is deze. Een hele mooie. Race.
Dus je ziet hier inderdaad dus een vrouw staan met koffers en ze loopt dus over de brug. Er staan ook een paar wegwijzers waaruit ze kan kiezen. Dus ze kan zelf het pad kiezen waar ze heen gaat. En ja, deze kaart kan echt letterlijk betekenen dat je op reis gaat binnenkort of de komende week. En dat je daar zeker mag van genieten, want je hebt het verdiend. Maar het kan ook letterlijk dus je levensreis betekenen, dus het pad dat je volgt. En ja, zoals je ziet, ja, ze neemt een beetje een risico, want ze staat met overvolle koffers op een brug die aan de ene kant open is. Ze laat ook wat ballast achter. Ik heb het gevoel dat ze hier iets wil weggooien. Misschien om zelf zich lichter te voelen. En ook dingen achter haar te laten, zodat ze dus haar pad kan vervolgen. Want soms is dat nodig dat je dingen achter je laat, zodat je dus je pad kan verder volgen. Want soms word je tegengehouden door bepaalde personen, een bepaalde job, bepaalde gedachten ook, een bepaalde gewoonte of ja, noem maar op, bepaalde mensen in je omgeving. Dus dat mag je misschien achter je laten, zodat je dus kan verder gaan op je pad en dus trouw je pad volgen. De wegwijzers die tonen haar waar ze naartoe kan gaan. Misschien is het niet altijd gemakkelijk om te kiezen waar je naartoe zal gaan, omdat je dus verschillende mogelijkheden hebt en twijfelt wat het beste is. Dus hier is nu ook het weer heel belangrijk, dus om je eigen gevoel hierin te volgen. Dus om te voelen wat goed voelt voor jou en wat niet goed voelt voor jou. En volg dat ook. Dus volg hierin ook weer je intuïtie, want je intuïtie wijst je de weg. En ja, ga moedig verder. Het licht schijnt daar ook. Haar pad wordt verlicht. Dus je wordt zeker gesteund door God en de engelen. En je lichtteam, die zijn bij je. Die maken de weg vrij. Die verlichten de weg, zodat je verder kan. Dus ja, volg je intuïtie. En volg het pad dat goed voor je voelt. En als dat betekent dat je ook moet iets achter je laten, doe dat dan. Maar wees trouw aan jezelf. En volg je eigen pad. Dat is dus de boodschap wat deze kaart ons wil vertellen. Heel mooi. Dan heb ik het tweede kaartje, dat is ook een hele mooie. En dat is de engel van liefde. Ook heel mooi. Dus we zien hier een engel die dus een roze kwarts hart vasthoudt. Heel mooi. En ze houdt dat de hoogte van haar hartchakra. En deze kaart, ja, gaat dus over liefde. Het kan dus betekenen dat je meer liefde mag hebben voor jezelf. Dat je wat zachter mag zijn voor jezelf. Misschien mag je echt werkelijk een roze kwarts bij je dragen. Dus om wat liefde aan jezelf te geven en wat zachter te zijn voor jezelf. Het is eigenlijk vooral eigenlijk een kaart die gaat over zelfliefde. Ze houdt het ook heel dicht bij haar hart, dus bij zichzelf. En misschien ben jij wat streng voor jezelf. En heb je veel kritiek op jezelf? Of leg je jezelf zware taken op? Of is je agenda overvol en vind jij dat je dit moet afwerken? Misschien vind je dat je het niet goed genoeg doet of... Laat dat allemaal los en ja, wees gewoon zacht voor jezelf. Gun jezelf de nodige rust die je nodig hebt. Geef jezelf eens een schouderklopje en zeg dat je het goed doet. Wees trots op jezelf. Verwen jezelf eens met iets leuks. Doe wat je leuk vindt, wat je graag doet. En ja, verwen jezelf. Hou van jezelf. Je bent het waard om liefde te ontvangen. En dat ontvang je in de eerste plaats van jezelf. Dus misschien is de relatie met jezelf nog niet helemaal goed. Of wat het moet zijn. Dus dan vraagt deze kaart of deze engel vooral ook. Om meer lief voor jezelf te zijn en goed voor jezelf te zorgen.
En vooral van jezelf te houden en te weten, ja, dat je een prachtig mens bent. Dus onthoud dat ook. En handel daar ook naar. Dat is dus wat boodschap nummer 2 zegt. Dan hebben we kaartje nummer 3. En die sluit daar heel dichtbij aan. Het is dus het vierde chakra. Dat is dus ook het hartchakra van aartsengel Raphaël. Heel mooi. Dus aartsengel Raphaël staat hierop afgebeeld. En aartsengel Raphaël vertelt je dus ook dat het hartchakra dus, ja, gaat over liefde. Het hartchakra heeft helemaal te maken met liefde, vriendschap, relaties. En misschien gaat het hier niet echt zoals bij kaart nummer 2 over zelfliefde, maar meer over, ja, over het feit dat je misschien in het verleden toch wel wat wonden opgelopen hebt, de hoogte van het hartchakra. Misschien ben je gekwetst geweest of heb je moeilijke relaties gehad, waarin, ja, waardoor er dus wat wonden ontstaan zijn op je hart en waardoor jij het nu heel moeilijk vindt om je open te stellen voor nieuwe vriendschappen, nieuwe liefde. Misschien ja, ben je ook negatief gaan denken over jezelf. Of heb je schuldgevoelens. Of misschien ja, denk je dat die verbroken relaties jouw schuld zijn. Dan is aartsengel Raphaël hier om je te helen. Om je hart te helen. Dus het is belangrijk dat je hem om hulp vraagt, want als je geen hulp vraagt, dan, ja, dan kan je ook niet geholpen worden. Dus het is heel belangrijk dat je zelf om hulp vraagt, dus aan aartsengel Raphaël, en hem dus vraagt om je hart te helen. Als je dit 1 keer vraagt, zal dit niet echt effect hebben, want het is nodig dat dat meerdere keren gebeurt, want die wonden genezen niet zomaar. Als we een wonde hebben op onze arm, dan gaan we daar ook verschillende dagen moeten zelf aan doen. Of die wonde verzorgen, zodat die wonde kan genezen. Maar die gaat in 1 dag niet genezen zijn. Dus het is heel belangrijk dat je dat veel vraagt aan aartsengel Raphaël. En dat je dan ook open staat voor die heling te ontvangen. Wanneer je denkt van, oh ja, ik voel me nog steeds niet goed. En ik ben nog steeds boos. En ja, dan gaat dat inderdaad moeilijk lukken, want dan probeert aartsengel Raphaël je te helen, maar jij biedt weerstand, omdat je denkt van, ja, het is beter dat ik mezelf bescherm. Dus het is belangrijk dat je dus met een open hart dit vraagt aan aartsengel Raphaël en dat je dan ook open staat voor heling. Wat je ook kan doen, is de oefening die ik ook op mijn YouTube-kanaal heb staan, dus hoe kun je wonden helen. Daarin kun je dus jezelf vergeven en ook andere mensen. Want ook vergeving is heel belangrijk. Wanneer je dus de ander nog niet hebt vergeven, dan zal het heel moeilijk zijn om je hart te helen. En vergeven doe je heus niet voor de ander. Dat heb ik al vaak gezegd. Je hoeft helemaal geen daden goed te keuren van een ander. Want het kan heel veel pijn hebben gedaan wat de ander je heeft aangedaan. Het heeft je gekwetst. En dat doet pijn. En ja, je hoeft dat helemaal niet goed te keuren. Die ander had het recht niet om je pijn te doen. Dus denk dan dat je niet vergeeft voor de ander, maar voor jezelf. Dat je dus die zware lasten van je af wil. En ja, dat je dus echt wel de ander wil vergeven om jezelf te helen. En vergeef dan ook jezelf. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik zal proberen de link van de video van hoe kun je wonden helen, dus hieronder te zetten in de beschrijving. Moest het mij niet lukken, dan is het goed om eens te kijken naar al mijn video's op mijn kanaal. En dan zal je de video zeker tegenkomen. Het is dus een video waar er dus een hartje op staat met een pleister. Dus dus je kan ook die oefening doen, dus om vergeving te schenken. Maar weet dat aartsengel Raphaël wacht op je vraag, dus om je hartchakra te helen. Dat is wat kaartje nummer 3 ons vertelt. Het waren echt hele mooie boodschappen. Prachtig eigenlijk. Ik vond ze heel mooi.
En ja, het gaat dus vooral ook over liefde, over je intuïtie, je eigen pad volgen. Dus echt heel mooi voor deze week. Ik wens je alvast nog een hele fijne week toe. En tot volgende week. Dag!